We zijn aangekomen op de camping. Sarah is al buiten mijn moeder om de stroom aan te gaan sluiten. Goedemorgen, het is zondag en ik ben druk bezig om spullen in te pakken, want we gaan zo op vakantie. Ik heb wel alles al klaar liggen. Hier liggen stapeltjes kleren voor Sarah en toiletspulletjes. Dat zijn trouwens gewoon de knuffels, die liggen gewoon op bed. De beddengoed is al ingepakt. Dit ga ik nu in een boodschappentas doen. Want in de camper pakken we toch alles gelijk uit. En met boodschappentassen is het even makkelijk. Ik heb ook een boodschappentas staan met, met haar beddengoed. Mijn beddengoed voor in de camper. Dit is al in de camper. Dus dat scheelt. Het ligt hier nou weer. Oh, kinderen, echt, je vindt alles. Ik doe alles door elkaar in de tassen. Maar ik denk even mijn schoenen hier onderop. Hier heb ik stapeltjes voor mezelf. En ook bijvoorbeeld sokken voor 's nachts. Want het kan best wel koud zijn in de camper. En hier zit al mijn toiletspullen in. Nou, ik vind reuze meevallen wel weer ingepakt. Dit is beddengoed van Sarah. En dit zijn kleren en toiletartikelen van ons en schoenen. En nog wat eetdingetjes die we meenemen die al open waren. Alleen zal ik nog even mijn telefoon opladen. Dan doe ik de oplader. Ik neem mijn laptop mee. Dan kan ik ook wat editen. En mijn oplader doe ik ook in die tas. Maar mijn telefoon ligt op te laden. Wat ik alleen nog even ga doen. Even wat dingetjes uit mijn portemonnee gooien. Die ik in het buitenland toch niet nodig heb. Maar je hebt van die apps natuurlijk waar je al je pasjes in kan zetten. Dat had ik ook altijd. Maar toen met mijn nieuwe telefoon is het niet goed overgaan. Dus ik denk dat ik die... Want ik heb tijd over. Ik heb gewoon 3 kwartier over. Ik denk dat ik dat eerst ga doen. En mocht ik dan nog tijd over hebben, ga ik gewoon nog wat strijken of zo. Daar was ik natuurlijk de afgelopen dagen heel erg mee bezig. Met de was. Dus nou, laten we er wel maar gebruik van maken. We zitten in de auto. Achter staat spullen. Koffiebak staat vol. En dan is ons opgehaald. Ja, gele daar. Dus we gaan nu naar mijn moeder. Laat spullen in de camper leggen. Ja. We hebben allemaal een auto in de kleur. Ja, zij hebben zijn auto gaan zoeken. Jullie hebben oranje. Ik zie wel een fietsje met heel veel oranje. Maar die telt niet, hè? Nee, ja. Dat is weer jammer. Kijk, een fietsje met een heel groot oranje ding. En dan gaan we, hè, Sarah, naar Duitsland. Ja. Heb je er zin in? Ja, maar ik vind het ook wel een beetje spannend. Dus zij vindt het heel spannend om in de camper te gaan slapen. Nee, maar ik vind het spannend. Ik vind het ook eng dus. Maar je bent met mama en oma. Dus je bent nooit alleen in de camper. Dat scheelt, hè? Ja, wat nou als ik oud zou zijn en als ik met mijn kleine kindje en als het nou zou falen. Ja, maar dan kies je zelf voor om daar naartoe te gaan dan. Dat hoef je niet te doen. Dus het komt echt maar allemaal helemaal goed. Als ik kindjes krijg, blijf ik gewoon 6 weken thuis en dan gaan we kijken of ze wel goed zijn. Of ze goed genoeg zijn om op vakantie te mogen. Je hebt je niet gedragen, weg met jou. Jij mag niet op vakantie. Nee, zo niet. We zijn onderweg. Ik heb geen idee hoe hoorbaar ik ben, want het is best wel herrie. Sarah is aan het stoppen. Die heeft daar een tekenbordje, kleurboekje, kleurpotloodjes, een boek. Ze heeft nog de knuffel en poppen aan tafel met een bank, dus die zit daar helemaal goed. We zijn nu een uurtje aan het rijden. We gaan zo even een tussenstop doen, want het is ook lunchtijd. En dan nog 2 uurtjes en dan zijn we er. Dus het gaat best snel. Sarah wil lunch maken. Het eerste waar ze net mee aankomt is met pinda's. We kunnen wie wilt er dit? Dat is toch geen lunch, schat? Dat is snoepen. We gaan lunchen. Wow. Die trekt heel de kast leeg. Wie wilt dit? Ja, dat zou, het is voor oma ontbijt, maar dat zou nog een acceptabele lunch zijn. Ik heb daar... We hebben krentenbolletjes ook. Een hele lekkere zak met krentenbollen. Voor je crackers, dat kan ook.
We zijn aangekomen op de camping. Sarah is al buiten mijn moeder om de stroom aan te gaan sluiten. Ik ga even kijken of het lukt met filmen, want het regent best hard nu. Vanaf morgen wordt het trouwens beter weer. Dus laten we toch even kijken of dit lukt. Ik zal je weten. Ik heb verder geen idee hoe het allemaal werkt. Ik zat net over nog te praten, even zo met die camera. De laatste keer dat ik heb gekampeerd, zat ik denk ik nog op de... Nee, net op de middelbare school, denk ik. Ja, dat is denk ik de laatste keer dat ik echt op een camping heb gestaan en niet eens met mijn ouders toen. Die deden dat toen nog helemaal niet. Maar weet je dat je dan met je schoolvriendinnetje mee op reis gaat? Dus dit is voor mij een hele nieuwe beleving. Moet het weer dicht? Ja, doe maar even anders op een kiertje, dat het niet zo naar binnen regent. Kijk je uit voor je vingers bij de deur? Andere vingers, hand, dings, ja. Zo. Hoe vond je het? Nee, dat zit daar vast, schat. Dat is goed. Nee, het zit er vast. Nee, dat hoort daar. Laat maar zitten. Jij hoeft nu niet netjes dicht te maken, netjes mop. Hoor je de regen? Het is wel een leuk geluidje zo, hè? Ja, jij bent al eerder geweest. We gaan nu naar het toilet. Maar ja, dat doe je het liefst natuurlijk niet in de camper. Dus door de regen. Het is wel echt heel rustig, deze camping nu. Dus echt mega veel ruimte. Hallo. Ja, jij weet ze weg, hè? Ja. Dat is heel fijn. Zie je daar de camper of van Kerwin? Ja, oma had gezegd bij de blauwe auto naar links. Dus ik doe de camera even weg in de regen, denk ik. Nou, we hebben het dus gevonden. En nu zat ik ook al te kijken. Hier zullen we dus ook moeten gaan douchen. In zulke soort hokjes. Ja, in de camper. Het kan natuurlijk allemaal wel, maar dat is ook beholpen. En dan moet je dit allemaal legen. Dus... Als ik echt ga douchen, neem ik de camera niet mee, want dat vind ik niet zo heel handig. Grappenmaker. Ja, gaat wat zijn. Ben benieuwd. Wil je verstoppertje doen? Gek kind. Oh, ik ga hem weer uitdoen. Koken als teamwork hier. Ik ga de paprika's hier doen en mijn moeder staat in de keuken. Die is vast het vlees aan het marineren en klaarzetten. En Sarah doet teamwork door heel lief op de tablet te spelen. Daar hebben jullie niet zo last van. Kijk, hier is Otto. Kijk eens, Sarah. Die vind jij zo lekker. Ja. Ik ga niet gevuld worden. Het is wat anders dan de luxe thuis, hè, Sarah? Nee. En toen... Ja, vier gegooid. Dus 1, 2... 3, 4. Poppenkast. Poppenkast. En mama is ook de bank. Misschien dat je daarom ook door de war gooit. Ja, mama moet alles van het geld regelen. En oma heeft er weer een kast. Dan heb ik er weer een. En nou is mama aan de beurt. Oma gaat te snel. Die moeten we even uitschakelen. Kijk, 1, 2, 3. Dat is mij. Ik koop die ook natuurlijk. Ja, want als iemand allebei geeft in één kleur, dan kan die meer kast vinden. Ja. Zo, nou weer. Nou is Sarah weer. 4. Waterfiets. Voor 2 kan je hem kopen. Dan mag je een kassa erop zetten. Nee. Nee, je eigen centjes. Van je eigen geld. Nou, het was wel real life voor, dat doet ze met mijn centjes ook altijd. 3. 1, 2, 3. Nou, dat wordt spannend. Gratis kassa op blauw. Ik mag oma eraf gooien. Mag mij de andere hebben gooien. En dan heb jij blauw compleet. Ja, kijk eens. Oh. Doei oma. Hey Sarah, dan hebben we naast elkaar een park compleet. Hoe cool zijn wij? Wauw. Ja, die kunnen we ook. Dan zijn we oma aan het uit. Want oma heeft... Ik stond net heel erg achter nou, met huisjes. Nou, Sarah weer aan de buurt. Dan kan je... Flik hem voor je even vooruit zetten. Ja. Doe maar niet, want het is een camper. Nee, je huisje mag je laten staan. De waterglijbaan. Die staat op de waterglijbaan. En daar kan je ook een kassa op zetten. Voor 3. Die kost 3. En als iemand dan naar de waterglijbaan gaat, moet hij jouw geld betalen. Ja, nou zo ga je centjes verdienen. Wil je hem? Ja. Geef de kassa maar wel aan oma's. Ik kan erop zetten voor je. Ik kan er wel bij. Nee. Moet je gewoon je eigen kassa eraf. 4.
Nou, ja. Je kan er gewoon bij nu, hè? 1, 2, 3, 4. Nou moet je mij, omdat ik ze allebei heb, 2 keer 5 betalen. Maar dat ik is heb 1 keer. Nee, maar hoe maak je nog meer 5? Heel goed. Oh, maar ik... Ja, schat, dan verdien je zo weer terug. Dan doe je tenminste... 1 van 3 en 2 van 1. Dat is samen ook 5. Ja, maar heb je nog dan heb je nog wel... De centjes. Ik denk niet dat je heel veel ziet. Misschien een beetje lig je van Sarah. We gaan nog even naar het toilet. In het donker. Oh, doe dat maar niet, schat. Want dan krijg ik hem ook in mijn ogen. Ga jij maar de weg schijnen, dat we niet zo in de grote plassen. Zo blij dat het morgen wat droger wordt. Nu is het echt... Wil je mijn telefoon even met 2 handen vasthouden? Want als die in een modderplas valt, ben ik niet zo heel blij. En kom eens, kom eens. Je hebt iets gedaan op mijn scherm. Maar als je, kijk, als je dit scherm donker houdt, zie je meer van het lampje. Dan als er een licht in je ogen schijnt. Dus goed kijken, hier had je weer die grote plassen. Zie je? Maar daar kon je er langs. Hier, hier kon je er precies... Kijk, schijnen. Schijnen, dit randje. Kan je er tussendoor. Ja. Ah. Ik vind het kijk, zo wennen, maar het kijk. Heeft ook wel iets. Wauw, ja, een hond. Nee. Wauw, dat kijk. Heb je nog nooit gezien. Geen hond. Hey, hier gaan we langs die plas. Kom maar, doe het lampje uit. Hier gaan we licht krijgen. Even een laatste toiletrun voor jou, voor jij naar bed gaat. We moeten heel rustig zijn. Ja. Rustig lopen. Ja, mijn hond zit vast, schat. Dus er is niet heel veel aan de hand. Hij staat daar gewoon te staan. Kijk, en de riem is... Nou, dan ga je als jij langs het randje gaat, zo. Kan die niet bij je. Niks aan de hand. Hallo. Ik ben rustig. Meneer zegt hallo. Hallo. Ja. Ik zei hallo. Ja. Dat zei die meneer er net ook. Je zei gewoon hallo. 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 En dan stopt hij. Hallo. Hallo. Nou, ik lig dus in bed. Even het lampje van mijn telefoon. Zo, ligt hij ook te slapen. Oh, sorry, dat is heel veel licht. Ik weet niet eens of jullie me horen. Dit is echt hele harde regen. Op het dak. Nou, ik ben benieuwd. Onze eerste dag in de camp slapen. Het lampje is echt wel... Zo is beter. Nou, als jullie me horen... Bedankt voor het kijken. Ik denk dat vanaf morgen wel iets leuker wordt om te kijken. Omdat we dan weer wat kunnen doen. Dan is de regen ook al het grootste gedeelte voorbij. Dus ik zie jullie dan. Doei doei.